Op uitnodiging van GroenLinks Leiden was cabaretier Erik van Muiswinkel naar Leiden gekomen om een Olleke Bolleke voor te lezen. Deze dichtvorm is uitgevonden door Dr. Anders P. In een van die Olleke Bollekes figureert de Haarlemmerstraat. En dat bracht GroenLinks Leiden ertoe om de gemeente te verzoeken het gedicht aan te brengen op een blinde muur in de afgelopen jaar prachtig opgeknapte Leidse Winkelstraat. Ik werd gegrepen toen ik, denk ik, 12 was door hem. Toen hoorde ik voor het eerst het trapportaal. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal. Ik snap daar helemaal niets van. Wat was dit voor iemand? Waar komt dat vandaan? Maar die tekst was zo grappig. En toen heb ik hem leren kennen. Maar dan koop je zijn platen. En ik ben naar optredens geweest in jeugdhonken. Waar hij dan s'nachts om 1 uur uit werd gesleept met zijn 17 bier in zijn mik. Het was een ontzettend leuke kerel. En ik heb zo'n plank met boekjes van hem. Hij heeft bij, ik denk, 25 verschillende uitgeverijen dichtbundeltjes gemaakt. En mijn hele leven is een feest vanwege Dr. Anders P. En in een van die dichtbundeltjes staat een Olleke Bolleke over de Haarlemmerstraat. Ja, het is niet eens 100% zeker of het wel om de Leidse Haarlemmerstraat gaat, maar vanaf nu wel. Er is in Amsterdam schijnt het ook een Haarlemmerstraat. Maar het woord Haarlemmerstraat publiek, 6 letter grepigheid, dat was zo mooi. Ja, dat is toch het allermooiste om hier ter plekke te doen. Tireli Tureli, daar is de orgelman die zo de buurt weer wat vrolijker maakt. Waar het gemiddelde Haarlemmerstraatpubliek reeds sedert lang voor immuun is geraakt. Ik heb hem zelfs een keer van het podium moeten verwijderen in de Leidse Schouwburg. Hij had een gastoptreden voor het Leids Cabaret Festival, wat aanstaande maandag 12 februari wederom van start gaat de hele week. En daar gaat hij een gastoptreden en dat moest Heinz een half uurtje. En dan kon de jury beraadslagen. En na een half uurtje nog 1 liedje en toen nog 1. En had geen nul van tijd. En we hebben hem al spelend met de piano zo eraf moeten rollen. En achteraf ben ik daar wel trots op dat ik dat nog met mogen doen. Dat is een heel erg leuke man.